Tette. Ik weet niet hoe die hond het voor elkaar kreeg. Er zit altijd kwel op haar neus. Claudia gaat dus even op de kabelbaan. Naturistenstrand. En voor de mensen die niet weten wat dat betekent. We zijn een naakte koppel gezien. Hè? Ze hebben hier alleen nog vaka's, die hebben we nog niet gezien. Maar ook eens kijken. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Er komt straks iemand hier voor het huis kijken. Zoals je weet, wij gaan naar Curaçao. Dus we moeten dit huisje weer opnieuw verhuren. De reden daarvoor is ook, ik ga er eerder uit dan verwacht. Dus ik moet eigenlijk een nieuwe huurder vinden. En anders moet ik 740 euro betalen. Is een beetje zonde van het geld. Dus wat gaan we doen? We gaan even een nieuwe huurder uitzoeken. Hebben we trouwens al gevonden. Die komt straks even langs. Dus dat is dat. Daarnaast gaan we even wat leuks doen. Wat we gaan doen, ga je zo vanzelf zien. En ik hoop jullie zo te zien. Peace. Wat gaan we doen, Lars? We gaan even Maan ophalen. En wie is Maan? Maan is de hond van mijn ouders. Oké, okay. En wat gaan we dan doen, zei je? We gaan naar Buslo. Even een rondje lopen, want het is de laatste week dat wij naar Buslo mogen. Dus daar moeten we gebruik van maken. Nou, tot zover ons vlog. We zijn aangekomen bij de Maan. Zou die er alweer staan? Kijk deze. Waarom? Wow, hij wordt helemaal gek. Zet hem maar. Wat is er? Gaat zo wat worden als we gaan lopen. Wat gaan we doen dan? Oh ja, Maan, kom eens. Oeh, oh jee. Nou, dit wordt kut, joh. Heb je zin in? Ik wel. Jij ook? Ja hoor. Release the beast. Je weet ook precies waar ze heen moet. Nou, gooi je die stok. Gek kwartiertje met de hond. Zo, ben je weer klaar, joh? Maar hij ook, hè. Oh. Wat een mooi beest ben je ook. Eeuw. Maan! Ik weet niet hoe die hond het voor elkaar kreeg. Er zit altijd kwel op, hè. Als je het eraf wil halen, gaat ze je bijten. Ik had recht aan de zo aan de onderkant pas. Wat zit er nog steeds? Fucking gross ass. Ze zit echt te zoeken, jongen. Heeft ze hem niet zelf naar beneden getrapt dan? Ja, dat was heel saai. Zo, we zijn dus net daar helemaal vandaan gekomen. Ik weet niet of je het nog kan zien. Dat is de brug. We zijn dan helemaal zo omgelopen. Ik zal even uitzoomen. 1,5 kilometer. Oh, we hebben pas 1,5 kilometer gelopen, heb ik gehoord. Het is 6 kilometer. Maan? Oh. En elke keer maar die stok loslaten. En dan hopen dat wij hem weer in het water gooien. Maar ja, dan de helft van de keren laat ze die stok gewoon liggen in het water. Claudia gaat dus even op de kabelbaan. Je hond ook meerennen. Die moet dan ook aandacht hebben. Ze is ook nog helemaal nat, hè? Fucking smerig. Ze is ook nog helemaal nat. Ze is nog fucking smerig. Jawel. Door deze gekke druk te maken. En nu blijft Maan bij mij, want ik heb een lekker broodje. En die lust ook wel nappie, denk ik. Wil je broodje? Wil jij broodje? Yeah! Ik zit dus lekker rustig een broodje te eten. We zijn dus vergeten de snoepjes mee te nemen van Maan. Lars. Ja, eigenlijk ik. Want het zit in mijn jas. Maar het was zo lekker weer dat we dachten van, we gaan lekker zonder jas.
Dus ja, nu is Maan de dupe van onze, van mijn probleem. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers, Maan? Die hond moet ook altijd tussen ons inlopen, hè? En waar zijn we beland? Naturistenstrand. En voor de mensen die niet weten wat dat betekent... Wow, gooi nog een gekke tak over me heen. Voor de mensen die niet weten wat dat is... Dat is een naakstrand. En dan kun je dus, als je wil, gewoon naakt liggen. Ja. Maan is de enige die echt hier zich aan de regels houdt. Lekker naakt. Wist je dat je deze tak ook gewoon kan gebruiken als riem? Maan? Okay, dit kun je gewoon gebruiken als riem. Auw. Of toch niet. En dan gaan we weer. Oh. Je hond kan springen, jongen. Ongekend. Ongekend. Het is ook even een naakte koppel gezien. Hebben we uitgebreid lopen kijken? Nee. Jij wel. Nee, maar in de zomer, jongens, er zitten hier mensen. Er zit gewoon, het hele strand zit dus gewoon vol met naakte mensen. Ja, maar sommige mensen vinden het gewoon heel lekker. Ja. Lekker met één, met de natuur. Zou jij er lekker? Ik? Ik weet het niet. Nee, maar in Nederland sowieso niet, veel te koud. Dat ten eerste. En daarnaast liggen echt vooral alleen maar opa's en oma's. Dus dat is, het is ook niet echt sexy of zo. Als je hier komt of zo. Maar oké. Is er wel dames van onze leeftijd of heren? Zou je dat dan wel sexy vinden? Dus dan ga je wel lekker loeren. Nee, dan. Ik zou dat alsnog niet doen. Ja, ik ben daar niet van. Ik ben heel bescheiden. Okay. Honden gezellig knuffelen. Zijn het dus helemaal daarheen gelopen. Helemaal via daar terug. En normaal doen we eigenlijk ook nog het rondje hier zo helemaal omheen. Maar we gaan vanavond nog barbecuen. Dus dat gaan we maar even niet doen, hè. Dat grote rondje lopen. Oh nee. Daar zijn we weer. We hebben de hond inladen. 1, 2, Maan. Zo, die is out of energy volgens mij. Altijd weer die staat, hè. Wat is er? Ja, is vies. Oh. En weer ingeladen. Boeja. Yo mensen, we zijn net weer terug. We hebben Maan net weggebracht. Dus was super gezellig. Ik heb vanavond nog een barbecue. Claudia gaat nog wat anders leuks doen. Dus dat gaan jullie zo nog even zien in de vlog. Ja, ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Dus eigenlijk, Claudia gaat deze vlog even overnemen. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Even zien. Wij zitten nu in het bos samen met Merel. Hoi. En we zijn even aan het wandelen voordat we naar de alpaca's gaan. Nog een beetje beweging doen in plaats van dat we alleen maar zitten eten. Ja. Dus ja, super chill bos. Nou, zijn we dan? Merel, waar zijn we? Bij de alpaca-boerderij in Lemelerveld. Bij de alpaca-boerderij. Ze hebben niet alleen alpaca's, schijnbaar, die hebben we nog niet gezien, maar ook ezels en een struisvogel of zo. Vet lachen. Nou, zometeen gaan we tea-timen met snoepjes. En nu eerst nog even ezels aaien. Cute. Oh mijn god, die kleine! Nou Merel, we zijn er bij de alpaca boerderij. Ja. Oh mijn god. En ze hebben hier dus varkens. En kippen. Ja joh. Kijk nou. Superleuk. Is toch leuk? Nou, zitten we dan, Merel? Ja, superleuk. Kijk, we hebben een ziektje. Ja, snoepman. Snoepman. Lekker theetje drinken. Alpaca zonder hoek. Alpaca's. Ja, hoe zeg je ze eigenlijk? Ja, weet ik eigenlijk niet hoe je het zegt. Alpaca's, alpaca's. Maar in ieder geval super chill. Heel leuk. Ja, vind je het leuk, Merelt? Ja. Is jouw ding helemaal, hè? Ja, dit wil ik vaker doen. Ja, daar zijn we weer. We zijn weer thuis gekomen. En ik ga deze vlog afsluiten. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. En abonneer ook even zeker op mijn kanaal. Want er komen nieuwe video's aan. Dus wil je meer van die video's zien? Abonneer even op mijn kanaal. Doe even een like, doe even een reactie. En dan hoop ik je bij de volgende video te zien. Tot de volgende video. Later.